Jawel. Dan gaat een ambulance. Dan gaat de politie. Dan gaat de brandweer. Ja, voor een brandweer ziet u daar gele streepjes staan. Ze zei, ik heb het gevonden. Reanimatie op Chamonix-laan in Eindhoven. Traumahelie gealarmeerd. Hulpdienst zijn zondagmiddag uitgereikt voor reanimatie en Chamonix-laan in Eindhoven. De melding kwam rond 4:15 bij de alarmcentrale binnen. Er zijn 3 ambulances en locaties gestuurd om hulp te verlenen en ook de traumahelikopter geannuleerd. Staat alleen niet bij dat ding. Traumahelikopter is juist geland hierachter. Dus 3 ambulances, politie, brandweer, alles erop en eraan voor een reanimatie. Is dus een reanimatie bezig. Ze zijn met een reanimatie bezig in dat huis, het hoekhuis. Oh, Lucien. Ja, hé. Dan ga ik je zorgadres, meid. Dan ga ik je zorgadres. Je hebt ook het spuit gehaald, hè? Oh, dat mag wel niet gezegd worden, natuurlijk. Maar ja, de koning wil geen gevaccineerde piloten hebben. Oh ja, hé, dat mag ook wel niet gezegd worden. Nee, maar het is wel tussen neus en lippen al lang doorgegooid. Dat hebben ze niet bijgezegd. Dat er ook een hoe heet het nou? Een traumahelikopter, jongen, die ziet over de brandweer, ziet in het puntje zitten. De brandweer zit er ook bij, dat staat er niet bij. Maar het is een reanimatie aan de gang. Ja, een reanimatie. Er hebben 2-3 ambulances voor nodig. Een brandweer, een traumahelikopter en een waterbak. Ja, goedemorgen. Reanimatie. Ze moeten het volk rustig houden. Daarvoor is de politie gestuurd, de brandweer gestuurd, 3 ambulances gestuurd. Voor een reanimatie, ja. Voor 1 reanimatie, voor 1 persoon. 1 persoon die gereanimeerd zou worden. Alsjeblieft. Jongen, ze moeten geen bullshit vertellen. Lijkt ja, die heeft ook de spuit gehaald. Het is heel erg simpel. Zeggen, het lijkt wel of ze een cover-up meteen aan doen. Zeg. Dit is een fucking cover-up. Dit ligt gewoon echt. Alsjeblieft. Weer eentje minder. En ze. Gewoon keihard weer 1 minder, dames en heren. Ja. Nou, vrolijke eerste paasdag iedereen. Nou, als hij dood is, dan is hij gestorven op eerste paasdag. Nou, gezellig. Ramptoeristen vanuit de hele fucking straat. Jawel, jawel. Ja, wij kijken ook vanuit hier. Zelfs van andere straten komen mensen. Kijk. Ah, jongen, vanuit alle hoeken en gaten komen ze kijken. Ze willen allemaal weten wat er aan de hand is. Maar als ze logisch nadenken, dan weten ze verrekt goed wat er aan de hand is. Maar ja, dat willen ze niet weten. Nee, dat willen ze ook niet geloven. Oh, ze zijn het aan het afzetten zelf voor reanimatie. Hier, ze zijn de straat aan het afzetten voor reanimatie. Even, voorkant van de ambulance zit al een lint. Zie? Ja, ik zie het lint ook wapperen hier. Eventjes wat hoger houden, zien jullie het lint misschien voor ook. Voor reanimatie, dit is wel extreem. Dit is geen normale reanimatie. Misschien dat jullie het lint ook zien wapperen. Dit is geen normale reanimatie. Misschien wat hoger houden. Dit is geen normale reanimatie meer, mensen. Ja, en dan zit hier onder die pestnicht van de Frank, hè. En weet je wat hij zei? Ja, ik heb mij gevaccineerd voor een ander. Een reanimatie hoor jij normaal met ambulance te komen. Als het extreem is, dan hoort er weer misschien politie bij te komen om omstanders rustig te houden. Een traumahelikopter misschien, zodat die vlucht naar het ziekenhuis kan. Maar dit is een beetje te. Dit is gewoon niet meer normaal, man. Dit is gewoon echt niet meer normaal, hè. Hey, I'm a proud unvaccinated human. Hé, hey Frank, jongen, bestel je kist maar alvast. Jij gaat ook voor 2025, idioot. Lekker rustig. Ze zijn echt bezig met kofferups. Sorry dat ik het zeg, jongen, maar potjandori. Dit is 1 grote cover-up. Dit is wel extreem voor 1 reanimatie. En waarvoor film ik het zo? Omdat ik het dan kan uploaden en het geluid niet gedempt wordt. Want ja, Facebook is mijn geluid aan het dempen. Ze weten verrekt goed dat ze nog steeds met een wakker mens bezig zijn. Oh ja, al goed. Ja, cover-up deluxe. Nou, ik ga nog niet eens te lang filmen, jongens. Want ik heb hier gewoon geen zin in op mijn knieën op de bank te hangen. U heeft het gezien. Daar aan de rechterkant, rechts achter de huis, zie je een klein geel hoedje. Maar dat is de traumahelikopter. Maar een traumahelikopter hoort toch ook te zijn en zo vlug mogelijk weer te vertrekken met de patiënt. Ja, en zo vlug mogelijk te vertrekken. Waarom moet ik hier dan blijven zitten af? Nee, maar ik zeg alleen een traumahelikopter is eigenlijk bedoeld om zo vlug mogelijk de patiënt in te laaien en mee te nemen. Prettige eerste paasdag, mensen. Paasdag. It's passing on.
Oeps, mag ik zeker ook weer niet zeggen, hè? Dat mag niet. Oh, ben ik toch een fucking pisnicht? Ben ik toch hard in het leven, hè, mensen? Reanimatie betekent dat hij gewoon nog leeft. Ja, dat hij nog leeft. Ja, als ze hem kunnen reanimeren, zullen ze bedoelen. Voor hetzelfde geld zie je de dag de lijkwagen ook nog aankomen. Schatje, dat te veel nu. Ja, ik weet dat het te veel is. Maar ik krijg nou eens niet druk, ik heb het niet gevaccineerd. Nee. Dus je moet eens proberen bij jou een vaccinoreed te steken. Sla ik ze met een knuppel kapot. Hetzelfde als aanstaande dinsdag. Die dokter die moet gewoon daar doen wat ik hem zeg. Gewoon loopgips om mijn rechterpoot en machineversteviging om mijn linkerpoot. En voor de rest, hup, oprotten met heel de ziekenhuis. Nog meer mensen. Ik kwam mijn hond uitlaten. Ik kwam niet kijken. Ik kwam alleen die mondje uitlaten. Ik zag het toevallig. Nou, hoppakee. Mega actie, man. Nou, voor een reanimatie. Dan stuur je hoogstens een ambulance. Ja, die heeft zo'n AED aanwezig. Daar kun je hem mee reanimeren. De brandweerwagen moet komen. En hoogstens de traumahelikopter. Nee, er moet een brandweer bij. Er moet een extra, twee extra ambulances. Politie. Ik vergeet nog één ding. Want er klopt nog één ding niet. Ze zijn door de voordeur gegaan. Maar ze zijn ook via de achtertuin gegaan. Via de schuur. Want daar staat nou een politieman. Bij de schuur, bij de poort. Bij de poort is het ook nog dus wel. Dus waarom moeten ze nou voorom en achterom? Want ze zijn letterlijk voorom en achterom gegaan. Je ziet hem lopen met zijn cups. Hij loopt nou weg bij de poort, inderdaad. Waarom moet de politie voor en achterom? Dat is raar. Ja, het is gewoon een cover-up. De koning wil niet voor niks geen gevaccineerde piloten in zijn vliegtuig hebben zitten. Nee, voor de koning. Voor de koning krijg je alleen maar ongevaccineerde piloten. Nou, dan weet je toch al verwanten, jongens. Oh ja, dat kan je opzoeken. Ik heb het gehoord gisteren. Ik had ook zoiets van. Nou, nu is toch duidelijk wat er gaande is, hè? En waar hadden ze het ook weer bijgeschoven? Bij die griep alles, hè? Alles is weer gewoon griep. Maar ja, de schaapjes die geloven nog steeds dat COVID bestaat. Dag schaapjes.